Je wordt vandaag de finale van de beker van Mechelen gespeeld. En zoals bij elke voetbalwedstrijd is er dus inkomsten te betalen. Maar een aantal van onze jonge gasten die waren donderdag op Pukkelpop. Hebben dat van zeer nabij meegemaakt, waren ook erg onder de indruk. En kwamen dan met het initiatief om inkomgeld van vandaag dus te storten op het hulpfonds voor de slachtoffers van Pukkelpop. En we hebben uiteraard direct ons daarmee akkoord verklaard, omdat ik dat ook wel een heel prachtig initiatief vind. We waren er zelf dan en dan, ja, dat is wel schoon dat ze dat willen doen. Want, allee, ja, dat is gebeurd, dat is nogal ongewoon. Hè. En ook op het nippertje om de dood ontsnapt? Of, Ja, nee, we zaten op de camping en we dachten eerst van, ja, maar een gewoon onweer. Maar uiteindelijk, als je dan hoort wat de weg heeft gebracht op de wijn, zo, is dat toch wel indrukwekkend eigenlijk. En uiteraard zou ik dan toch even willen vermelden dat de inkom die u vandaag betaald heeft, integraal doorgestort wordt aan het hulpfonds voor de slachtoffers van Pukkelpop. We zijn op dat idee gekomen omdat nogal wat van onze jonge gasten daar aanwezig waren, ook nogal sterk onder de indruk waren, en dan is de idee gerijpt om dat integraal over te dragen. Dus ik zou zeggen, u is allemaal in hun naam hartelijk bedankt.